Bij de oprit van de A4 organiseerde de stichting Popbelang Zoeterwoude zondag de 9e editie van de Jammer Pop Festival. Mede dankzij het zomerse weer trok het festival zo'n 200 bezoekers. Peter van Rijn, jij bent mede-organisator van het 9e Jammer Pop Festival. Hoe is het eigenlijk ontstaan? Nou, dat is een aantal jaren geleden ontstaan, omdat wij hier de Stichting Popbelang Zoeterwoude hebben opgericht. Om te zorgen dat er een permanente oefenruimte voor bandjes kwam. En daarna is vrij snel het idee geboren om een jaarlijks festival te organiseren. Waar alleen bij ons repeterende bandjes mogen optreden. Dus volgend jaar jubileum, de 10e keer Jammer Pop Festival. Ja, volgend jaar is het echt de 10e editie. Dan willen we toch nog iets grootser uitpakken als dat we eigenlijk al doen. Want het is altijd ontzettend gezellig, leuk, vrijblijvend. Het kost geen geld voor mensen. We kunnen lekker gewoon komen. Er is muziek. Meestal mooi weer. En een biertje. Nou ja, wat wil je nog meer op zo'n festival? Voor de kinderen stond er een springkussen en stoepkrijt klaar. De catering werd verzorgd door Café De Meester uit het dorp.